Som 4 van hoofdstuk 8. En je gaat hier oefenen met rekenen met letters. En dan de combinatie van plus en keerstukjes. Nou, daar gaan we. Je moet de som overnemen en tussenstappen opschrijven. Maar wat ik ook vooral wil, is dat jullie strepen zetten. We beginnen met som A. 5 keer 2b plus 10 keer 3b is gelijk aan. Nou, je zet eerst strepen. Wat hoort bij elkaar? Alles wat met een punt aan elkaar vastzit is één stuk. Dit is dus één stukje. Streep plus 10 keer 3 keer b. En dan een streep, maar ja, die is daar niet nodig, hè. Dan ga je het per stukje uitrekenen. Dit wordt 5 keer 2 keer b is 10b. Dit wordt plus 30b. Tel je dit dan bij elkaar op, dan geldt de regel. Zijn ze hetzelfde? Ja, dan mag je ze samen nemen. Nou, 10b plus 30b, 10b plus 30b is gelijk aan 40b. 40 keer het getal b. Dan gaan we naar c. B bedoel ik, sorry. Ik ga heel snel. Min 5 keer 2b plus 3b is gelijk aan. Hier ga je weer strepen zetten. En het is in ieder geval maar één streep, maar straks worden ze ook langer. En dan is het wel fijner, zeker volgend jaar, dat je goed weet hoe het zit met die stukken. Hier staat min 5 keer 2 keer b. Dus dit zit allemaal met de punten aan elkaar. En dit is gewoon 3 keer b. Plus 3 keer b. De plus en de min horen bij wat erachter komt. Dus dit wordt min 10b. En dit, ja, dit is gewoon plus 3b. Nu kan ik het nog gaan samennemen. Ik heb 10 keer het getal b tekort. Ik tel daar 3 keer het getal b bij op. Dan heb ik er dus eigenlijk 7 tekort. Min 7b. We gaan naar c. 8 keer min 2b. Opa. Min 5 keer 3b is gelijk aan. Nou, hier moet je dus weer strepen zetten. Dit is één stukje. En waarom? Dit zit allemaal met elkaar aan het punt. Want tussen min 2 en b staat geen punt, maar die zitten wel. En dan krijg je dus min 5 keer 3 keer b. Nu gaan we het per stuk opschrijven. Dan moet je heel goed opletten met de minnen. 8 keer min 2 is min 16. Dus dit is min 16b. Dit is min 5 keer 3b is dus min 15b. Nou, dat kleurtje is niet echt fijn te zien, denk ik, voor jullie. Dat zal ik even rekenen houden dat ik dat kleurtje niet meer pak. Dus je hebt 16 tekort. Ik haal er nog eens 15 af. Dan heb ik dus 31 tekort van het getal b. Dus min 31 keer b. Dan gaan we naar d. 5a. En gebruik kleine schrijfletters. He, dus niet zo dit in je herleiden. Gewoon echt de kleine letters. Min 2a keer b. Zo, is gelijk a. Zet weer strepen. En dan krijg je hier 5a keer 2b, ofwel 5 keer a keer 2 keer b. En dan krijg je hier 10ab, want je doet 5 keer de 2 keer a keer b. Dit is gewoon min 2ab. Zo. Nu heb ik 10 keer het getal ab. Daar haal ik 2 keer het getal ab van af. Dan heb ik er dus 8. Dus 8ab. Dan gaan we naar som e. 5a keer 3b eraf 2a keer c is gelijk aan. We gaan nu strepen zetten. Hier zit streep. De min hoort bij wat erachter komt. Nou, dan gaan we het per stukje uitrekenen. Dit wordt 15ab. Oh, ik pak de verkeerde stift. Maar dat geeft niet. Dit is gewoon min 2ac. Ja, verder kan dit niet. Dus dit is een 15ab min 2ac. Dan gaan we naar f. 8a keer 3 min 5 keer min 3a is gelijk aan. Nou, hier zie je heel veel minnen, heel veel keren, heel veel drieën. Hoe pak je dit nu aan? Nou, bedenk wat met het punt aan elkaar zit, is één stukje. Dus dit is één stukje. Zo. Dit is één stukje. Min 8a keer 3. En dit is dus min 5 keer min 3a. Dit wordt min. Dit wordt plus. En hoe komt dat nu? Kijk, hier heb ik één min staan. Dus dit is min 24a. Want je doet 8 keer 3 keer a. Dit is min 5 keer min 3. Dat is
plus 15, dus het is plus 15a, is gelijk aan. Nou, nu heb je dus 24 keer het getal a tekort. Daar tel ik 15 keer het getal a bij op. Dan kom ik niet tot de 0. Ik ga nog tekort hebben. Maar minder tekort dan ik eerst had. Ik heb er nu namelijk nog maar 9 tekort. Dus het is min 9a. Dat was hem. Bedankt voor het kijken. Wil je trouwens hier de algemene uitleg voor? Kijk dan even het filmpje. Reken met letters herleiden. Keren plus door elkaar. Zie je vanzelf. Want je herkent het hieraan. Als je de bovenkant. Als je het voorkantje ziet. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje. Doei.